Zou je, ja, dat is gewoon leuk. Zou je niet aan Boer zoekt vrouw? Nee, never and nooit. Ik vind het wel een leuk programma, maar ik zou er nooit aan meedoen. Nee. Zo, wat me nou gaat overkomen, dat is echt ongelooflijk. Maar hij rijdt graag mee, denk ik. Dat is onze burgemeester. Die rijdt mee met DVS TV. Dat wil niet zeggen dat hij alleen maar gericht is op DVS, hoor. Want hij komt ook wel eens bij Horst en bij EFC en heeft interesse voor alle sportclubs in Ermelo en omgeving. Maar nu dan de burgemeester, André Baars. Ah, daar komt hij. Kijk, dat is hem. De eerste burger van Ermelo. Welkom. Goedemorgen. In mijn Renaultje. Meneer Smit. Goedemorgen. André, mag ik zeggen. Van mij wel. Ja, vanuit mijn opvoeding. Als ik dan Piet mag zeggen. Ja, dat is goed. Vanuit mijn opvoeding ben ik gewend om te utoyeren, maar in dit keer gaan we tutoyeren. Helemaal prima. Helemaal hartstikke prima. Mooi. In ons mooie dorp. Ja, prachtig, hè? Wat woon je hier mooi ook, hè? Ja, prachtig. Schitterend. Ja. Mooie wijken. Ermelo. Alle plekken in Ermelo zijn mooi. De ene is iets groener dan de andere. Ja. Maar ik ken eigenlijk geen plek in Ermelo waar ik niet zou willen wonen. En zo verschillend, hè? Ja, dat is het mooie. De buitengebieden aan de kant van de Leuvenumseweg, ja. en dan weer die weilanden aan de andere kant. Man, burgemeester, ja, van zo'n dorp. Ja, prachtig, hè? Ja, dat is echt mooi. Dat is echt een unieke kans geweest. En ik ben tot de dag van vandaag nog steeds blij dat het zo mag zijn. Ja, zeker. Ja. Hoe word je nou burgemeester? Maar ik kan me voorstellen, als je een kleine jongen, dan denk je... Niet in eerste instantie van, ik word later burgemeester. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht, als kind niet. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik die ambitie begon te krijgen. Eigenlijk pas in 2008, 2009. Ja. Toen begon ik daarover na te denken. In 2010 waren de verkiezingen. En in die periode ben ik aan het nadenken gaan, wat doe ik? Blijf ik in de politiek, blijf ik in het bestuur of ga ik terug naar het onderwijs? Ja. En dan ga je eens met mensen praten. En dan komen de ideeën en dan zijn er mensen die zeggen van, joh, waarom word jij geen burgemeester? Maar ja, dan ga je eerst denken van, dat kan ik allemaal niet en daar ben ik niet geschikt voor. Ja. Allemaal dat soort dingen. En, ja. Maar ja, dan ga je toch eens met mensen praten. En op een gegeven moment een keer met mensen van het provinciehuis. Ja. En heb ik eens een keer een assessment gedaan en daar kwam uit dat het absoluut kon. Ja? Ik denk, ja, nou ja, dan ga je er weer eens over nadenken. Mooi. Welke kwalificaties moet je dan voldoen? Ja. Je moet natuurlijk, zeker in deze tijd waarin iedereen zichzelf ontzettend belangrijk vindt en zijn mening wil uiten. En jij moet maar verbindend zijn en luisteren. Je zegt het, je probeert verbindend te zijn, lukt niet altijd. Dat zeg ik heel eerlijk. Het is soms wel eens lastig. Ja. Maar je doet je best en ik probeer zo eerlijk mogelijk te zijn. Dus dat. Ik heb dat in mijn wethouderstijd ook altijd gedaan. Als iets kon, dan probeerde ik dat zo snel mogelijk te realiseren met de mensen. Ja. Als iets niet kon, dan vertelde ik dat ook. Maar dan vertelde ik er wel bij wat eventueel wel zou kunnen. Ja. En op die manier probeer ik dat zo eerlijk mogelijk te doen. En dat bevalt niet iedereen, want er zijn gewoon mensen die willen alleen maar horen wat ze willen. Ja. En als ze iets te horen krijgen wat niet kan, dan zijn ze heel erg ontevreden. En ja. Dan gaan ze van alles opzetten om het dan toch maar voor elkaar te krijgen. Nou ja, dat lukt niet altijd en dat is wel eens lastig. Dat stelt me ook wel eens teleur in mensen. Ja. Maar goed, dat is inherent aan mijn job. Ja. En als je daar niet tegen kunt, moet je ook dat niet gaan doen. Ja, precies. Je, ja, moet een beetje, zoals we dat zeggen, een brede rug hebben. Ja. In de Achterhoek zeggen ze, je moet een brede rug hebben. Ja, ja, precies. Zo is dat. Ja, de jeugd, waar heb je dat doorgemaakt? Ik ben geboren en getogen in een heel klein dorp. Het dorpje Olburgen. Dat ligt aan de IJssel tegenover de plaats Dieren. Dieren weten heel veel mensen wel. Mooi daar. En als je daar de IJssel oversteekt bij het pontje, dan kom je in het dorpje Olburgen tegen. Ja, dat is maar een heel klein dorp. Ja. Toen ik er nog woonde, was er een kerk, een school en een kroeg. Inmiddels is er alleen nog een kerk. Ja, ja. De school is weg, de kroeg is weg. Oh.
En dat allemaal binnen 7 jaar. Ja. En niet dat ik daar nu zo'n groot gebruiker van was. Dus laat ik dat even helder zijn. Maar, maar het is wel jammer hoor. Het is voor zo'n dorp wel jammer. Maar goed, het is niet anders. En, eindfietsen naar de middelbare school natuurlijk. Ja, 17 kilometer naar Doetinchem. Of 8 kilometer naar Doesburg. Eerst de LTS in Doesburg gedaan, toen de MTS in Doetinchem. Ja. En ja, vandaar ook steeds verder gekomen. Dus ook nog een beetje praktisch. Ik ben van origine docent bouwkunde. Ja, dus ja. Ik heb, op de, ik wilde vroeger kok worden. Maar dat, dat was niet de bedoeling van mijn ouders, want dan moest ik naar Zutphen naar school. Ja. En dat was te ver weg en te moeilijk. En Doesburg was dichterbij. Ja. Ik kom uit een gezin van 8 kinderen. Zo. En ik heb 4 broers boven mij, die ook allemaal de LTS gedaan hebben. En ja, die weg die kenden ze, de school die kenden ze, en daar moest ik ook maar naartoe. Moet je nagaan, hè? Beginnen bij de LTS en dan gewoon burgemeester van Herman. Waarom niet? Nee, maar waarom niet? Dat zeg ik ook tegen heel veel mensen. Hè. Ja. Ik heb natuurlijk op VMBO les gegeven. En dan VMBO. Ouders ook, hè? VMBO. Ja. Maar dat is zo zonde dat dat gedaan was. Als je kijkt hoe... Ik durf rustig te beweren dat de metselaar en de timmerman meer gaan verdienen dan de gemiddelde kantoorwerker. Ja, precies. Vakken, joh, als je dat goed kunt, als je daar plezier in hebt, dan is dat gewoon een prachtig vak. Ja. En ja, daar hebben we ook echt behoefte aan in Nederland. Jazeker. Nou, en of. Probeer maar eens een vakman te krijgen. Ja. En ja, het hele onderwijssysteem is helaas uitgehold op de technische vakken. Ja. En dat vind ik wel jammer hoor, dat is echt zonde. Ja. Ik ben altijd groot voorstander geweest van de oude LTS, zeg maar, ambachtschool. Ja. Ambachtschool is wel heel ouderwets. Maar, en natuurlijk moet je ook een Nederlands wiskunde en dat soort vakken hebben. Ja. Maar ja, wat leren ze tegenwoordig nog aan techniek? Bandje plakken. Ja, bandje plakken. Ja. Ik heb met leerlingen trappen gemaakt en dat soort dingen. Dus echt gewoon leuke dingen doen. Mooi. Wat ze mooi van me. Dan ging je, dit is toch ook wel een prachtig ding. Dit is het kasteel, hè? Ja. Prachtig, ja. 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 Het is een heel, architectonisch best een mooie eenheid geworden. Ja, zeker. Het is wel heel bijzonder, maar dat hou ik ook wel van, zelf eens een keer wat gewaagds te doen. Ja. Niet allemaal dat standaardhuisjes, maar bouw ook maar eens een keer iets voor een speciale groep. Precies. Dat vind ik mooi. Ja, dat vind ik ook, ja. André, hobby's, daar zijn de mensen ook wel denk ik benut. Wat had je vroeger voor hobby's en, of heb je dat nog steeds? Nou, werken was bij ons altijd een centrale rol in huis. Ja. Dus toen wij van de lagere school afkwamen, nou, toen kregen we allemaal een werkplek aangewezen. Zakgeld kregen we niet, hebben we nooit gehad. Mijn ouders die hebben altijd het onderwijs betaald. En toen ik nog niet werkte dan, zeg maar. Ja. Maar vanaf de lagere school kregen we allemaal een, zoals wij dat noemen, dan een boer toegewezen. En dan ging je op zaterdag, op de vrije uurtjes, ging je daar naartoe. En dan ging je helpen. En dat werd eigenlijk ook best wel een beetje een hobby. Maar dat was ook hartstikke leuk om bij een boer te helpen. Ja. Ik was een jaar of 14, 15, dan ging de boer op vakantie. En toen ging ik, deed ik het bedrijf al een beetje. Ja. He, het melken en het voeren. En dan was er wel oppas in huis. Ja. Maar die deed alleen maar oppassen, letterlijk en figuurlijk. Ja. Maar het werk werd door mij gedaan. En had, die boer die had toch al, ik merk zak met tussen de 40 en 60 koeien. Ja. Dus dat was best wel een behoorlijk bedrijf. Ja. Maar dan leerde je verantwoordelijkheid. Ja. En als er wat was met een koe, dan moest je de dierenarts bellen. En, en ja, ze wisten ook wel, als er iets bijzonders is, er zijn zoveel baasjes. Ja. Die helpen elkaar wel en zo werkte dat ook. Ja, dat was gewoon leuk. Zou je nu aan Boer zoekt vrouw? Nee, never en nooit. Ik vind het wel een leuk programma, maar ik zou er nooit aan willen. Nee. Ik kan het wel begrijpen, want het is natuurlijk, als je boer bent, je bent 7 dagen in de week aan het werken. Ja. Tegenwoordig met die melkrobots is het wel wat makkelijker. Maar dan moet je toch bereikbaar zijn. Ja, zeker. En dat is toch wel wat anders. Ja. En, nou ja, en later is de hobby is wandelen gekomen, motorrijden. Ja. Dat zijn wel dingen die ik leuk vond. Motorrijden, doe je dat in de vakantie ook? Zomervakantie? Motorrijden? Ga lekker met je motor... Nee, ik heb hem niet meer. Want ik heb, toen ik hier burgemeester werd, werd mijn tijd van rijden toch steeds minder. Ja. En het is een hele leuke hobby, maar je moet het heel regelmatig doen. Ja. En als je dat niet heel regelmatig doet, dan word je onzeker op de motor. Ja. En ik heb in de jaren dat ik gereden heb, nooit een ongeluk gehad. Nee. En ik vond dat ik de laatste paar keer wat onzeker op dat ding was, dus ik ding eruit. Wel eens vervelende dingen gezien als motorrijder? Nee, eigenlijk nooit. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee. Niet als motorrijder. Wel vanuit mijn wethouderschap en dat soort dingen, maar, ja. Maar niet, niet als motorrijder. Dat lijkt me ook zo. Ja. Hoort er ook bij. We hebben Horst zomaar even laten liggen, hè? Ja, maar ja. Kom je daar ook wel eens? Bij FC Horst? Zeker. Ja, zeker. Ja, tuurlijk, zeker. Ik zal heel eerlijk vertellen, vandaag
En dat vind ik hartstikke jammer. Vorig jaar ging dat prima als de DVS uit was. Ja. Dan was HOS en EFC thuis. Ja. En nu vandaag is alles thuis. Ja. En nou, ja, dan moet je keuzes maken. En ik probeer wel alle wedstrijden te bezoeken, dus elke zaterdag te gaan. Ja. Maar ik probeer dat ook te verdelen. Dus ja. Voor mij zijn HOS, EFC en DVS allemaal even lief. Ja. Voetbal is totaal verschillend. Ja, dat wel. Maar dat mag ook. Ja, dat mag, natuurlijk. En dat moet ook, vind ik. Want als het hetzelfde is, is ook niet goed. Nee. Hè, maar ze zijn me alle drie erg dierbaar. Maar het is wel genieten de laatste tijd. Bij DVS. Ik zie dat alleen maar DVS. Jongen. Ja, het is, wat een kwaliteit. Het is hartstikke leuk. Prachtig. En ik moet eerlijk zeggen, de inzet is hartstikke goed op het moment. Ja. En er zit geen ergernis meer in en dat is hartstikke leuk. Ja. Maar vanmiddag ben je erbij tegen Dovo? Ik moet even nadenken wat ik dus doe vanmiddag. De ik heb er dus drie. Het is dus later, maar ja, goed. Ik heb er drie. Ja, ik snap het. Ik moet nog even kijken wat ik doe. Ik snap het. Ja, ik zit er met Veluwe FM natuurlijk ook altijd mee. Want een verslaggever bij EFC, bij Horst. Ja. Ze staan er altijd. Dat is leuk. Ja. En, maar ook alle drie teams zijn er ook. Alle drie voetbalteams hebben hun eigen sfeer, karakter. Ja. En dat is hartstikke mooi dat het kan in Ermelo. Ja. En ze hebben ook, laten we ook heel reëel zijn, prachtige accommodaties. Alle drie. Ja. Ik bedoel, daar is ze in het verleden niet in bezuinigd. Nee, zeker niet. Ja. Zeker niet. En om dan even weer op DVS terug te komen, dat bedrijvenplatform André. Wat is prachtig, dat? Hè? Wat een groei. Ja. En mooi. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Dat is fantastisch. En ik hoop ook dat het goed blijft. En ook wanneer de DVS een keer minder is. Ik heb een mooi voorbeeld, zeg ik altijd. Dat is de Graafschap. Ja. Dat is mijn eredivisieclub. Ja. Dat zul je wel begrijpen als je uit de Achterhoek komt. Zeker. En de Graafschap heeft een goede... Kamphorst, Mopperijsje. Ja. Ja, body. Echt. Ja. Als ik bij body ben, dan ga ik meteen in dialect. Ja, dat geloof ik. Dat ja. kan niet anders. Maar ik doe body zelf ook, dus dat is ook leuk. Ja, precies, ja. Maar bij de Graafschap is het in goede en slechte tijden is de club vol. En ook de business. Ja. En dat hoop ik dat ook altijd bij DVS zal blijven. Ja. Maar dat hoort wel. Ja. In goede en slechte tijden kom je er samen uit. Dat is heel belangrijk. Dat is de basis. Hè? Dat is de basis. Hè? Ja. Nou is het wel heel actueel dat je een gevaarlijk beroep hebt, burgemeester. Ja. Hè? Ja, dat is toch wat? Zoals laatst die collega bij die nieuwjaarsreceptie, die dat in die boxering deed. Ja. Dat vond ik wel een hele ludieke actie. Ja. Dat is een collega van Hedel uit Brummen. Ja. Die deed dat. Ja, die gaf op die manier aan hoe die de bullen aan wenst te pakken en wenst te gaan doen. Ja. Wij zijn er ook al heel lang mee bezig met het thema ondermijning. Ja. En ook in Ermelo komt dat voor, laat ik dat heel reëel in zijn. Ja. En we proberen dat niet te tolereren. Dus mensen moeten zich allemaal netjes gedragen. En de onderwereld en de bovenwereld moet echt uit elkaar blijven. Ja. En dat doen we met z'n allen, proberen we daar volop aan te werken. En als je daar alert op bent, dan is dat goed. En er zal nog wel eens wat gebeuren wat we niet weten. Ja. Maar we proberen er wel op te letten. Ja, zeker. Zeker qua woninginbraken ook. Hè? Want ik lees natuurlijk die artikelen en Jelle van Erikhuizen. Die is natuurlijk ook, die twittert natuurlijk. En daar kan ik echt van genieten. En ook van het feit dat het aantal inbraken is afgenomen. Dat is wel een hele mooi succes. Het is een trend, landelijk. Ja. Maar Ermelo doet gelukkig mee. En ik was eerst bang dat het een momentopname was. Maar het is nu een aantal jaren op rij dat het naar beneden gaat. Ja. En in ieder geval zeker niet meer stijgt. Ja. Maar dat kunnen we ook alleen maar doen als we het samen doen. Hè? Dus, dus en politie en gemeente, maar ook vooral burgers. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat die appgroepjes daar ook in helpen. Ja, dus mensen nu wat zien, dat ze eerder reageren met elkaar. Van let er eens op, kijk er eens na. En dat houdt de dieven natuurlijk ook buiten het huis. Absoluut. En ik ben ook steeds blij dat we zo nu en dan nog een hittedaadje hebben. Ja. Want dat werkt het beste. Ja. Hartstikke mooi. Ja, ja. Bij mij, het is me drie keer overkomen. Hè, vandaar dat ik er heel alert op ben. Het is ook niet voor niks een high impact crime. Hè? Dus het heeft heel veel. De inbrekers realiseren zich niet wat het betekent voor de mensen waar ze het doen. Precies.
Je wordt verondersteld veilig in huis te zijn. Precies. En dat is jouw thuis. Ja. En dat is verschrikkelijk wanneer jij iemand in huis krijgt die de boel overhoop haalt. Dat is een ramp. Het is denk ik nog niet eens het belangrijkste dat er ook bij wijze van spreken 100 euro weg is. Ja. Maar gewoon dat vreemde mensen alle kasten opengemaakt hebben. Overal heen hebben ze zitten snuffelen. Ja. Dat is. Ja. En dat realiseren we ons met z'n allen. Of je kussens lopen eraf en ja, daar de spullen in. Ja, heb je daar een opleiding in gehad, denk ik dan, weet je wel? Ja, maar dat is heel verschrikkelijk. En ja, het wordt vaak gebruikt voor aanschaf, want het zijn toch vaak kleine dingen. Want als je kijkt wat ze ophalen, stelt niks voor. En als ze moeten nog kwijt, dus de helers, die bijvoorbeeld de sieraden afnemen, die betalen echt niet de waarde van die sieraden, hoor. Maar die weten donders goed waar het vandaan komt. Ja, precies. Maar goed, ja. Degenen die doen, die hebben dan toch vaak weer wat geld om drugs te kopen of iets dergelijks. Ja, nou, het is wel duidelijk dat de sieraden bij ons thuis niet meer in huis. Nee, niet meer in huis. Nee, maar het is toch triest dat op die manier moet doen. Ja, dat is heel erg jammer. Ja. Ja. En Ermelo bouwt lekker, hè? Of niet? Ja, dat is iets wat we de laatste jaren natuurlijk al in gang gezet hebben. Heel veel plannen. Maar op dit moment, je kunt merken, de crisis is los. Ja. Is voorbij, zo moet ik het zeggen. Ja. En op dit moment komt er meer vraag. En de bouwbedrijven en de ontwikkelaars die zien dat ook. En die weten dus dat als ze nu gaan bouwen, bouwen ze niet voor leegstand. Ja. En kunnen ze een goede prijs krijgen. Ja. Daar maak ik me wel zorgen om, over de prijs, hoor. In hoe lang is het nog bereikbaar voor de gemiddelde Ermelo? Ja. En daar zijn we ook best wel mee bezig. Je wil ze binnen de poort houden. Nou ja, je wil ze in ieder geval de kans bieden dat ze een betaalbare woning in Ermelo kunnen kopen. Ja, precies. En we zijn wat dat betreft toch een vrij dure gemeente aan het worden met woningbouw. Ja. En we hebben dat in Horst Noord gedaan met dat wijkje waar we als gemeente de grond bijna weggegeven hebben. Ja. Om woningen tot 170.000 euro te kunnen bouwen. Bijna energie-neutraal. Of nul op de meter heet dat dan. Ja. Maar als je ziet waar ze nu na een paar jaar voor verkocht worden, dan is dat toch wel jammer. Ja. En ik gun het de mensen op zich wel natuurlijk die woningen verkopen. He, want ja, ik bedoel, je wilt allemaal het maximale voor je woning hebben, bij wijze van spreken, als je het in koop zet. Ja, maar het is wel jammer voor de lokale bevolking en de jongelui die zeg maar 170.000 euro nog kunnen lenen. Absoluut. En dat dan niet meer kan. Dus ja, dat is doodzonde. Ja. Ja. Maar goed, dan moet je het naar de huur doen. De wet verbiedt ons niet zoveel, geeft ons niet zoveel mogelijkheden om regels daarin te stellen. Want het is de vrijheid van huisvesting en dergelijke. Ja. Ja. En dat begrijp ik ook wel weer. Maar ja, het zijn van die effecten. Ja, zeker. Zeker. Maar in jouw periode is Ermelo langzaam zeker ook een beetje een feestdorp geworden, André. Ja, ik wil niet zeggen dat het aan mij ligt, hoor. Nou, maar er kan veel, laat het zo zeggen. Nou, we hebben. Jullie doen er niet. De ondernemers die pakken het zelf op. Hè? Ja. Dus die moeten het doen. Ja. Ja. En als ze een goed plan hebben, dan proberen we daaraan mee te werken. Ja. Dat initiatief is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Ja, de ondernemers moeten het doen. Ja. En we hebben afgelopen jaar een aantal mooie feesten gehad waarbij het geluid natuurlijk wel ietsje aan de harde kant was. Ja. Nou goed, maar daar hebben we nu wat afspraken over gemaakt. Ja, heel goed. Ik merk dat de ondernemers zich er ook heel goed bewust zijn. En dan hoop ik dat we met elkaar toch een leuke feest hebben. Want ze doen het op zich netjes, hè? Want 11:30 stopt het. Ja. En natuurlijk is het zo als in de horeca die door de week uitgaat, het publiek wat daar uitkomt. Dat is altijd. Dan hebben ze plezier als ze naar buiten komen. En dan is het volume in de stem ook wel wat harder. Ja. Dat is voor degenen die in die omgeving wonen en slapen en dan weer wakker worden niet prettig. Een van de eerste dingen als wij in een band, met onze band ergens kwamen vroeger. Ja. Ik begon met Nederlandstalige poppen. Ja. En dan was het eerste, weet je wel, niet te hard, niet te hard. Ja. En dan, daarom hebben wij ook een nummer gemaakt. Kan het niet wat zachter? Het is niet te verstaan. Het is net zo'n leuke tekst, maar zo is er niets aan. Ja, 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 je hebt toch een bedoeling, je zingt toch niet voor niets. Kan het niet wat zachter, ik krijg pijn in mijn kop. Zo ging het maar door. Ja, prachtig. Ja, mooi tekst. Ja, maar ik heb soms ook wel eens van, als die muziek zo ontzettend hard is, je kunt ook zelf met elkaar helemaal niet meer praten. Nee, nee.
En dat is natuurlijk oude mensen spraak. Maar ik merk dat aan mezelf, als ik naar een feest ben en de muziek is keihard, dan ben ik gauw weg. Ja. Ik ben bij, op het Weidje geweest natuurlijk bij de Dijk, hè, want dat is mijn favoriete band. En daar vond ik het enorm meevallen. Maar, maar juist bij zo'n zomeravond, die dinsdagavonden, dat ging wel eens een beetje... Daar hebben we dus nu ook afspraken met de horeca over gemaakt. Ja. En die zijn zichzelf dan ook wel bewust dat ze daar iets uit... Bij die discogeluiden is die basdreun... Ja, maar die is helemaal niet nodig. En dat denk ik ook wel. Die is echt niet nodig. Dan gooi je eigen glaas een beetje in. Maar ik denk dat heel veel jongeren al een dusdanige gehoorbeschadiging hebben. Dat ze, als ze het dus niet alleen maar horen, maar ook niet voelen, want die bas die voel je hoor. Ja. Ja, dat ze dan denken, er wordt geen muziek gedraaid. Ja, zo, soms denk ik dat wel eens. Dat is natuurlijk onzin, maar... Ja. Ik vind het wel jammer hoor. Maar goed, wij gaan nu een nieuw evenementenbeleid samenstellen, vaststellen. Ja. Ja. Dat doen we met de ondernemers en de omwonenden in het centrum. Dus mensen kunnen straks daar allemaal op reageren. En daar ben ik ervan overtuigd dat we tot een hele goede oplossing komen. Dat iedereen het op een goede manier gaat beleven. Ja. Want helemaal niets, dat is ook dat kan niet. Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat zou dood en doodzonde zijn. Dat is jammer. Je hebt iets opgebouwd en zo'n oranje feest, dat is ook werkelijk geweldig in Ermelo. Daar hoort het toch bij. He? Daar hoort het toch bij. Fantastisch. Ja. Ja, dat vind ik echt wel genieten hoor. En dat is een groot verschil met vroeger, André. Maar goed, ik denk dat bijna wel in elk dorp of elke stad is. Maar ik denk dat het ook een tijdsgeest is hoor. Ja. Bij eerder was het natuurlijk een défilé en mooie karren maken en dat soort dingen. En nu is het gewoon feesten en dat gaat nogal een beetje gepaard met een klein beetje alcohol en zo. Dat soort dingen. Dat is wel van nu. Ja, dat is deze tijd. Ja. Maar het is voor de mensen ook wel eens goed om even te ontspannen. Ja, zeker. Zeker. En ontspan jij genoeg? Ja. Je zoekt wel momenten op, want ik kan me voorstellen dat potverdorie zo'n taak... Stress, we hadden het er net natuurlijk over, hè? Maar meningen en... Je weet als je eraan begint dat dat zo is. En dan moet je proberen een plekje te geven en niet alles mee te nemen. Ja. Het is niet altijd even leuk, maar ik kan het nog wel redelijk goed wegzetten. Ja. En mensen luisteren nog wel steeds goed naar elkaar, ook de gemeenteraadsleden. Ja, we zijn met een nieuw elan begonnen in deze raadsperiode. Ja. En, ik moet eerlijk zeggen, de raad is heel constructief met elkaar. Ja. Dus ik heb daar goede hoop op dat zich voortzet in deze periode. Ja. En dan merken de burgers daar ook op een gegeven moment zeer zin. Ja, mooi. Ik merk dat als ik over dit soort dingen heb, dan ga je langzaam zeker in de burgemeestersmodus zitten. Ja. En als we het over voetballen hebben, dan pas je je gelijk aan. Dat vind ik zo leuk. Ja, maar dat hoort gewoon zo. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, daar kom je dan gewoon niet los van, hè? Nee, dat zou ook niet goed zijn als dat wel zo zou zijn. Beroepsdeformatie. Nee, maar onderwijsman heb ik dat precies zo. Als je voor de klas staat, ben je ook anders dan wanneer je privé bent. Absoluut, dat is gewoon zo. Ja. Ja. En dat hoort ook zo, vind ik. Ja. Dus dat is een stukje professionaliteit die je bij moet hebben. Ja, zeker. Ik zie dat vandaag weer oud papier halen is. Ja. Het oud papier staat weer langs de kant van de weg. Was je dat een beetje vergeten? Nee hoor, maar bij mij was het vorige week. Oh, kijk. Ik vind dit is ook zo'n service van de gemeente. Hè. Ja. Dat denk ik wel prachtig toch? Mooi. En met verenigingen, dat ze dat op die manier doen. Hè. Gewoon die vrijwilligers die stappen daar in de regen. En Want het is best wel een job hoor, om achter elke keer op en af te stappen. Ja. En dat is toch ook geweldig als je kijkt hoeveel vrijwilligers in Ermelo actief zijn. Ja. In de kerken, bij de sportvereniging, bij toneelvereniging, noem maar op, muziek. Ja. Ja. Op zoveel plekken, dat is prachtig. Dat is het mooie van een dorp. Maar ik denk dat dat in de stad en in wijken ook wel zo is. Hè? Ja, minder grote stad kerk dus minder. Ja. Maar daar zal het ook absoluut wel zijn. Maar ik denk toch dat een dorp als Ermelo dat nog steeds heel goed heeft. En, daar moeten we het zuinig en trots op zijn. Zeker en vast, zou de wel zeggen. Ja. Hè? Ja. Ja. Tweede divisie, dat zou wat zijn, André.
Nou ja, je moet je... Droom je er wel eens van? Ja. Dan word ik s'nachts wakker, dan kom ik niet meer in slaap. En dan zit ik allemaal weer te denken aan vragen voor de trainer. Het vergt natuurlijk organisatorisch ook weer meer, hè? Ja. Dat moeten we ons ook realiseren. Ja, zeker. En ik ben voor de beste sportieve uitdaging, dus alsjeblieft laat ze zo hoog mogelijk eindigen. Ja. Maar laten we ook goed nadenken van als je dat doet, wat dat betekent voor de club. Ja. Maar de KNVB die is dan zeer eisend, dat weten we allemaal. Ja, zeker. Ja, ben je daar naartoe? TVS is er natuurlijk wel heel geleidelijk naartoe gegroeid, hè? Jawel, maar... Naar dit niveau. En nu vind dit ook al een geweldig niveau. Ja, is geweldig. Ja, vind ik ook. Liever bovenaan in de derde divisie dan... onderaan in de vierde. Vierde of zo, weet je wel. Ja. Toch? Ja. Gewoon, en nu even vandaag de periodetitel pakken, want dat kan nog, hè? We zorgen dat de tegenstanders verliezen. Ja, precies. En... of de medestanders, laat ik zo moeten zeggen, want we spelen natuurlijk niet vandaag tegen. Hoek is al gewoon hartstikke moe van die reisje. Ja. 250 kilometer. Ja. Zullen ze geen hotelletje gepakt hebben gisteren? Ja, nou, dat kan. Als je toch derde divisie speelt, moet je dat toch doen? Ja, denk ik wel. Als je zoveel, maar wat dat betreft ligt Ermelo natuurlijk heel gunstig. Hè. Ze hoeven nooit een hotel te pakken, ze kunnen altijd een uurtje er zijn. Precies, zo is dat. Net Zeeland, denk ik, dat is iets verder. Wel in de tuin bezig geweest, denk ik. Vorige week, vandaag nog niet. Ik moet nog wel even mijn mos killen. Ach, het is toch verschrikkelijk. Hoe heet dat? Kalk, hè? Ja, nee, dat heb ik van het voorjaar, van de herfst gedaan. Oh, van de herfst. Maar nu moet ik iets met ijzersulfiet in water oplossen en dat even overheen. Dan gaat de mos dood. Ja, heel goed. En het was zo mooi groen. Ja. Het is nu nog groen, alleen verkeerde groen. Ja. Maar kun je daar ook van genieten, lekker in die tuin? Ja, zeker. Even de hoofd leegmaken, ja, ik vind het ook heerlijk. Ik vind het helemaal niet erg om een gras te maaien en dat soort dingen. Ja. Ik heb gelukkig een tuinman die twee keer per jaar komt. Ja. En die doet grove werk. Ja. En het kleine werk, dat doe ik zelf. En dat vind ik leuk. Zo. Het is genieten. Het is alweer voorbij, André. We zijn er weer bijna. Ik zou zo zeggen... Ik hoop dat het er goed op staat. Bedankt. Ja, ik ook. Ik deed het met Arie van Buren, die sponsor is hiervan. Ja. En tot twee keer mislukte het. Ja? Bij de derde keer was het pas raak. Moet je nog eerst al controleren of het erop staat? Nou, het staat erop. Oké, prachtig. Ik kan het zien. Prachtig. Heel mooi. Piet, dankjewel. André. Succes. Wanneer ga je het plaatsen? Ik vond het heel erg leuk. Ik denk Maarten zo over een dag of tien of zo. Oh, prima. Dan zie je het vanzelf verschijnen. Oké. Hou je goed, hè? 1 minuut. Jo. Jojo. Doei. Goeie zaterdag. Ja, goed weekend. Succes vanmiddag als ik er niet ben. Jo. Denk er nog even over na. Ja, is goed. Zo. Nou, echt super. Gezellig. Want dan hebben we toch een heerlijke burgemeester. Ja, echt. Gewone man. Gewone vent. Maar ook echt een burgemeester. Die helemaal niet burgemeester wilde zijn, maar toch is het niet.